Welkom lieve STV-kijkers in Treeweek, dag 5 alweer, laatste dag. Gapen tussen de apen. Wij gaan de eerste jaartjes lastigvallen met ongemakkelijke vragen op brakke dagen. Let's go! Dit is het alfamannetje sowieso. In jullie groepje ook al wat liefde aan ontstaan? Oh, nee, we doen niet aan incest. Beetje ranzig. Waarom niet? Dat is heel erg populair op het moment op het internet, hoor. Incest is incest, maar nee. Ja, niet bij jullie. Nee. Is het eerste ongemakkelijke, dronken moment van jullie studentenleven al aangebroken? Oh, er is er eentje wel in een rolstoel naar buiten getakeld, naar Westergas. Ja, zeker wel. Oh, vertel, vertel. Hoe is dat gebeurd? Ja, dat is dus ook erg. Dat heb ik ook niet helemaal meegekregen, want toen zat ik aan het water. Maar we hebben wel heel veel Snapchat gezien, heel leuk. En steeds takelde die toch iets meer af en belandde die iets lager. Hij lag naast de Dixies. Wat is er met haar gebeurd? Ze had iets te veel wijntjes gedronken met de barbecue. En ja, het was echt hilarisch. Ja, ze kon niet zo goed meer lopen, laten we het zo zeggen. Ze heeft het niet gehaald. Ze heeft de trap niet gehaald. Ja, gisteren is van een andere mama is de telefoon in de Dixie gevallen bij de barbecue. Ze hebben met zo'n afvalprikker hem eruit gehaald en afgewassen. Oh, dat meen je niet. Wie van de mensen in jouw groepje zou je het liefste willen tongen? Welke ik nog niet heb gehad. Oeh! Ik heb geen heel saaie verhalen. Nee. Ja, we zijn wel lekker. Nee, we doen wel lekker drinken, maar niet gepushen. Ja. En er zijn ook 2 17-jarigen, dus we doen gewoon lekker rustig aan. Oké. Okay. Ja, we hebben geleerd, cola mag ook. En de mandrils is de grootste aapsoort, met hele felle gezichtskleuren. En als de mannelijke mandril opgewonden wordt, dan worden zijn gezichtskleuren dus nog veel feller. En bij het vrouwtje worden de billetjes feller. Die worden lekker fel rood. En daar hou ik wel van. Wat voor een andere dierencombinatie zou je geil vinden? Andere dierencombinaties? Los een tijger en een hamster. Een hamster. Jij vindt het gewoon geil als iets helemaal kapot gemaakt wordt. Ja. Iris, hoeveel jongens heb je al moeten afwijzen deze intreeweek? Nou, ik heb een vriend, dus wel wat. Hey. En je had niet zoiets van, nou, mijn vriendje is er nu niet bij? Nee, dat had ik niet. Nee. Nou, wij hebben best wel gewoon een chill groepie. Ja, zeker. Ja? Ja. Is er al een beetje wat aan het broeien, aan het ontstaan? Oh nee. Ik wil niet te veel achter mensen rug om gaan praten. Maar ik kan wel zeggen dat er een vonk is ontstaan wat inmiddels is gedoofd. En welke studie doen jullie? Kunstmatige intelligentie. Ja. Spannend. Ja. Heb je al eens geprobeerd een seksrobot te programmeren? Daar kan ik helaas geen uitspraak over maken. Did you know that penguins, they mate for life? So if they find a partner that they really that they're really interested in, they find the most beautiful pebble that they can find, and then they give it to their love interest to try and win them over. So I was wondering, what do men usually do to try to win you guys over? Cook nice dinner and just be very kind and care about you. Yeah. Same that for you. Good answer. Yeah. Yeah. What has a boy ever done that? Cook dinner for me. Yeah. Yes. Try to be make a special night. Yeah. 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 How'd the night end? Oh, I don't know. Gezellig. Yeah. Gezellig. Dit was Gapen tussen de apen. Vanavond nog het slotfeest. Zijn we weer bij en we hopen jullie snel te zien. En word lid. Bekijk het maar. Bekijk het maar. Bekijk het maar. Bekijk het maar.